Dit is Lea. Met een nieuwe jas. Wat een geweldige kleur. Ja. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit aan zou treffen in zo'n heldere, harde kleur. Oh. Ja, hier zit een heel handig dingetje en dan kan je dit tussendoor. Jongen, draai eens even om. Nou ja, wat een geweldige jas. Het is een ANWB-jas. Oh, zodat je voorbereid bent op de ontmoeting met de ANWB-man. Ja, dan zeg ik, heeft hij mijn jas al gezien? Oh, trouwens, deze jas heeft nog veel meer mogelijkheden. Behouden dat je de ritsen kunt dicht zo. En hier heb je zo een zak. Oh, hier. Ga je alles in doen. En hier zit een zak voor je telefoon bijvoorbeeld. Zit ook ik aan denk deze voor kant. Al je skipassen en zo. Ja, misschien ook wel. Maar dat heb je ook. Dat is geen skiën. Ja, oh ja, verdomd. Kijk, hier kan je skippen. Ja, nou, kijk nou wat ik nou weer vind. Of je klare over. Gebakken ei. Maar dit zit wel vast. Oh, dan moet je het zo. Kijk, het zo erop. Wat lelijk. Weet je wat dit is? Kan je zo als jij, nee, als jij s'avonds op de fiets zit en jij hebt geen vast achterlicht, dan kun je dat lampje hier klemmen. Oh ja? Daar is het natuurlijk maar dit voor. Is een heel mooi zakje voor je skipas, want dan hoef je alleen maar zo te doen. Ja. Nou, dit heb ik net ontdekt. Ja. Maar wat ook heel leuk is. Wat zit hier? Ja, als ik die ANWB-man al tegenkom, dan zeg ik. Oh, ik dacht dat ik iets ben, maar ik kan het niet vinden. Misschien wilt u even voelen of misschien hier iets in het zakje zit. Ja, nou, dit is een geweldige jas. Nou, hartstikke mooie jas, leuk. Nou, wou ik even laten zien. Oh, ik moet er niet eens een ander vest. Dit is een ander vest. Moet je dit toch gewoon een ander vest aan doen? Nee. Hoezo is dit een ander vest? Dit is al mijn derde vest. Ik vind het zo'n geweldig vest. Maar je bedoelt... Ik koop elke keer een nieuw vest. Dat het, je koopt steeds hetzelfde vest, ja. Bedoel je? Bij de HEMA. Ja, serieus. Okay. Nou ja, dat is helemaal niet tot mij doorgedrongen. Nou, behalve dat ik denk, kan je ook eens wat anders aantrekken? De kwaliteit is niet zo geweldig natuurlijk, want het is van de HEMA. Maar ik vind het zo'n fijn vest. En dan kom ik bij de HEMA en dan denk ik van... Oh, het wordt een beetje... Het wordt ook alweer een beetje... Robberig en zo. En dan ben ik bij de HEMA. Wat zou je moeder daarvan zeggen? Een beetje skieterig? Nee, een beetje... Ja, raffelig, een beetje... Ik vond robberig wel een mooi woord. Robberig. Nee, in ieder geval... Ja, ik ging robberig eigenlijk ook. Nou, het is wel een beetje robberig, nou. Ja. En dan ben ik met HEMA en dan koop ik weer. En dan denk ik, oh, er hangt er weer één. Oh, in groen en in rood, maar ik wil alleen die blauwe. En dan denk ik, nou, deze is wel een andere kleur dan ik heb. En dan kom ik thuis, is het precies dezelfde kleur. Echt waar? En de ene is een beetje langer dan de andere. En er zit hieronder een stukje... In boordsteek en bij de andere is het weer wat langer. Dus zo. Maar ik heb dus drie van deze vesten. Niet dat ik ook zo'n vest wil, maar ik ga er eens even op letten bij de HEMA. Ja, maar ze hebben ook bijvoorbeeld van dit soort groene kleurtjes. Best wel mooi. Vind je dat we niet genoeg praten? Nou ja, we hebben een kwestie te bespreken. We hebben een kwestie en bij een kwestie hoort chocola. Ja. Merci. Het is nog van mijn verjaardag en ik heb het nog steeds. Oh. Maar nu moet het wel nodig aangebroken worden. Ja, vertel over de kwestie. Nou ja, de kwestie is natuurlijk dat we zouden nu al in naailes 5 moeten zitten. Ja, 7 of zo, ja. Wij doen daar iets niet goed. Nee, wij doen daar iets niet goed. En ik begrijp eigenlijk niet goed wat we daar niet goed doen. Nee. Want ik weet het. Jij bent een juf... We kunnen allebei heel goed naaien. Hey, het zijn maar 4 verschillende, zie je dat? Soms zijn er heleboel. Kijk, marzipan, café, cream coffee met slagroom en dark mousse. Ik ga voor de marzipan. Ik vind ze alle 4 het lekkerste van de hele doos. Ja, er zit toch niet meer in? Ik bedoel, als je zo... hele grote doos hebben met wel 8 of 10 verschillende smaakjes. Dan vind ik deze 4 het lekkerste daar. Mm. Dus die hebben ze speciaal voor mij in dit doosje. Mm. Ik denk dat ik er nog wel meer lekker vind. Mm. Maar eigenlijk moeten we
een analyse maken. Hm. Namelijk de bel. Wat nog zo gezegd. Kijk nog even. Geen bel. Wat is jouw beste sportieve prestatie ooit? Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Namelijk dat ik wel een keer gehangglide heb. Dat zou je niet denken, hè? En samen met iemand anders. Hanggliden is dat je dan ga je in een soort stoeltje zitten en dan heb je van die hele grote vleugels boven je. En dan moet je heel hard rennen en dan in ons geval spring je dan van een klif af op Jersey. Het kanaaleiland Jersey. En dan kun je vliegen. En dat heb ik dan samen met iemand anders gedaan. Hè? Dus er zat al iemand in het stoeltje, een ervaren hangglider. En daar ben ik bij op schoot gaan zitten. En dan ren je gewoon heel hard een klif af. Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel sportief is. Oh ja, en ik heb een keer, ben ik achterover, spring je van zo'n rots af met een harnas aan. Dood en. Wie is er dood? Ik moest even zeggen, wat is mijn beste sportieve prestatie ooit? Oh, nou ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik heb net verteld over het hanggliden, dat kun je later terugzien. Wow. En dat ik zo, dat je naar achteren loopt en dat je van zo'n rotswand afspringt met zo'n harnas aan. Heb jij dat gedaan? Ja, toen was ik zeker 12 of zo. Ik dacht, ik laat me niet kennen, ja. In zo'n groep, weet je wel. Doodeng. Nou, okay. Dat vind ik heel moedig dat je dat gedaan hebt. Maar goed, we dwalen eigenlijk af van waar we hiervoor zitten. Namelijk, we're gathered together hier, zonder mediator, om de kwestie naailessen. Ja, maar ik weet hoe dat komt. Want als ik bijvoorbeeld een instructiefilmpje maak, hè, dan heb ik van tevoren al helemaal uitgekoud hoe dat eruit komt te zien. En dan zit ik uren op de wc, zit ik als het ware het hele filmpje al helemaal door te spreken. Mm-hmm. En als ik het dan doe, dat doe ik ook ongescript, dus ik ben dan gewoon ook bezig. En dan, en dat is heel handig, want je ziet alleen maar mijn handen. Dus ik kan er allemaal vreselijke dingen tussendoor zetten, die haal ik er gewoon allemaal uit. Er is niemand die dat weet. Wat grappig. Dat is een streepje. Maar ik weet wel van tevoren helemaal, heb ik het helemaal gedaan, snap je? En als wij samen een les opnemen, nou, dat is heel gezellig. Dan zitten we steeds door elkaar heen te kletsen en zo. En het is heel informatief, maar of het nou een hele goede les is, dat is ook maar de vraag. Net als wij met dat sokkenbreien hebben wij heel veel verteld over wol en garn en pennen en wat we fijn vinden en hoe we dat doen en zo. Maar de instructie van hoe je een sok breidt, dat hebben we apart opgenomen. Ja, dat heb jij apart opgenomen. Oké, heb ik apart opgenomen. Ja, dus. Maar daar echt ook op de handen en zo. En wat wij nu een paar keer geprobeerd hebben, is om uit te leggen hoe je dat moet doen. En dan zei jij, ik snap er niks van. Oh, zeg ik dat? Ja. Wel, ik kan wel naaien. Ja. Dus wat. Oh, dat was met die gordijnen. Ja, die gordijnen, dat snapte ik helemaal niks van. En met het brioche breien, toen dacht ik ook, oh ja, jij bent echt een geboren lesgever. En ik ben blijkbaar niet in staat om die boodschap die jij zendt te ontvangen of te interpreteren of zo. Ja, nou dat komt omdat jij bent ook een zeer ervaren breister. En dan, kijk, als je iemand iets uit moet leggen wat helemaal nieuw is, dan kijken ze daar zo blanco tegenaan. Dus dan zeg jij iets en dan doen ze dat gewoon. Maar als jij zelf ook al iets kan, dan kijk je niet meer blanco tegenaan. Maar dan denk je, ik moet toch hier dit doen. En dan zeg ik iets en dan doe je dat dus op jouw manier. Omdat je geef die deur eens een zetje, die hond blaft de hele tijd. Ja, dat komt, Helene was hier net en dat kwam iets laat achter. Zo was ze alweer weg. Dus hij blaft nu na. Ja, want hij hoort niks meer en hij ziet niks meer, maar hij ruikt nog wel heel goed. Dus als Helene even aan de deur geweest is, dan hoort hij dat niet. Maar op een gegeven moment gooi ik de deur dan weer dicht en denkt hij, hoor ik nou wat? En dan loopt hij naar de gang en dan ruikt hij Helene. Ja. Oh god, werkt het zo? Ja,
Heel hopeloos. Oh ja, heel hopeloos. Ja. Maar wat goed van jou dat jij dit uitgedacht hebt. Dat dat de reden is waarom die nou zo staat te blaffen. Nou, ik heb dit al eerder meegemaakt. Toen kwam ze de kamer in. En toen was ik aan het lesgeven. En toen kwam Helene. Hij is heel erg dol op Helene. En toen kwam ze de kamer in. En dat had hij dus ook helemaal niet door. En Helene gaat weg. En heel langzaamaan komt die lucht zo bij zijn mandje. Ah! En ineens zie je die hond wakker worden. En die rent naar de deur. Waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Toen was ze al lang weer weg. Oh. Ja. Het spook komt nu weer binnen. Oh. Ja. Maar het is okay. Wel zielig voor ja, het is wel zin. Maar ja. Deze uitleg vind ik wel buitengewoon geestig. Maar nu weer even terug naar de uitleg over onze ja. Uitleg. Dus wat, we kunnen het wel doen. Maar dan moeten we van tevoren gewoon goed bespreken. Van wat gaan we nu doen. En dan vinden we er zelf namelijk geen moer meer aan. Dat is ook een dingetje. Ja, dat is ook. Want dan scripten we. En daar zijn we niet goed in. Nee. Ja, dat wil zeggen, we zijn uitstekend in scripten, maar dan is er helemaal niks meer aan. Oh ja, zo ja. Ja, dus, ja als we het allemaal netjes volgens het boekje doen en zo, maar dan kijken we het later terug en dan denken we, ja, oké. Okay. Ja, nee, wij zijn goed in de vrije val. Ja, in de vrije val. En gewoon handelen naar bevind van zaken. Ja. Ja, dus moeten we dan nu... Handelen naar bevind van zaken. Prachtig. Moeten we dan nu aankondigen dat de hele serie naailessen niet doorgaat? Nee, we gaan gewoon wel weer verder. Maar we moeten dan van tevoren... En dan doen we het ook niet elke week. Maar dan moeten we van tevoren even... We moeten even een soort draaiboek maken van wat we in welke aflevering gaan behandelen. Wat is dit? Ja, er zitten hele kleine spikkeltjes in. Oh, wat grappig. Ja, ik hoop dat de ontvangsten... Het is voor Lucy, waar we de Big Bag van gekregen hebben. Thank you, Lucy. Ik hoop dat zij niet gaat proberen die spikkeltjes eruit te boenen. Zoals ik ooit met een leuke vriendin in India was. En had ze een prachtige jurk. Een soort cremige jurk met hele mooie ellipsvormige groene... cirkels in twee kleuren groen met een beetje een donkerbruine vlek in het midden zo. Dus allemaal ellipsen zo over de jurk heen. En zoals dat in India gebruikelijk was en is waarschijnlijk nog steeds. Je bent in een hotel, je levert 's avonds je was in als je was hebt. En toen kwam die jurk terug. En toen leek het net alsof iemand geprobeerd had... Al die cirkels eraf te schrapen. Maar wat natuurlijk veel aannemelijker is, is dat ze daar zoveel bleekwater in het waswater deden om vlekken te vermijden. Dat die jurk helemaal als het ware onherkenbaar. Terug. Dus ik moet Lucy instrueren voordat ze, als ik deze sokken overhandig, dat ze die gekleurde pikkeltjes... Dat die erbij horen. Ik heb laatst zo'n mutsje erbij met designated spooling of zo. En dan zitten dus steeds stukjes van het garen. Moet je dan een bobbeltje van breien. Heel leuk dus garen. Dan krijg je een soort effen mutsje met allemaal gekleurde bobbeltjes. Een enorm leuk mutsje was het. En ik gaf dat aan mijn kleinzoon. En die pakt het beet. En die begint eerst gewoon aan al die bobbeltjes te trekken. Want die wou niet eraf halen. Ja. Ja. Maar goed, zijn we er nu uit? We gaan gewoon een plan maken voor de naailes. En dan moeten we gewoon plannen van, oké, nu gaan we een naailes doen. Dan weten mensen ook, oké, dit wordt een hele saaie naailes. Hier hoeven we niet naar te kijken. Dan kijken we gewoon helemaal niet naar. Maar ja, waarom doen Tenzij we het dan? Tenzij er iets fout gaat, want dan vinden mensen dat weer heel grappig. Maar kijk, waarom doen we dat als... Ja, mensen vragen wel of we dingen willen uitleggen. En jij zei toen van, we gaan een naailes geven. En dat vond iedereen leuk. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Misschien als we het... In een bikini zouden doen of zo, dat je er dan wel heel erg om zou kunnen lachen. Dat is vast heel fascinerend, maar ik denk niet dat we daar nou veel enthousiaste kijkers mee trekken. Oh, misschien zeggen mensen dan hun lidmaatschap wel op. We zien er verschrikkelijk uit in bikini. Toch? Maar Dini in bikini, dat klinkt wel heel leuk. Ja. Ik zit even te denken, maar het is meer... Lea, ga je aankleden? Ik wou dat ik die bedacht had.
Ja. Nou, we moeten meer praten, zei jij. Moeten we meer praten? Nou, jou, je hebt een kletspot op tafel. Ja, maar ja, omdat ik dacht, we gaan nu niet iets voordoen of uitleggen, omdat we die kwestie met die naailes moeten bespreken en uitleggen aan onze fans. Hij heeft twee kanten, deze. Ja, dat is zo. Hij heeft vier kanten. Als je de ene helft gedaan hebt, dan... Moet je mijn hand draaien? Nee, maar daardoor kunnen er de helft minder kaartjes in zo'n potje. Oh. Of twee keer zoveel, had natuurlijk ook gekund. Dan staat hier... Oké, dit vind ik wel grappig. Me, jealous. En dan staat er... Ah, heel vaak. Dan moet je dus dan blijkbaar heel op lachen. En dan staat er yes. En dan is de vraag, of wie ben jij jaloers? Ben jij jaloers? Of ben jij van me jealous? Ja, dat bedoelen ze vast heel ironisch. Ik zie de grap er niet van. Nee. Nou ben ik inderdaad gewoon helemaal niet jaloers. Toen ik nog met mijn man was, was hij altijd woedend dat als hij naar het café ging, dat ik niet zwaaiend met een kapmes binnenkwam, onredelijk schreeuwend. En duistere insinuaties verspreidend. Nee, ik ben niet jaloers. Oh. Ja, waar zou ik nou jaloers op kunnen zijn? Soms ben ik wel eens jaloers, ik wou zeggen op mensen met veel geld, maar dat ben ik eigenlijk ook niet. Nee. Je hebt nu weer zo'n leuke reclame, hè? Zie je een enorm suf echtpaar op een wel een hele mooie groene leren bank zitten. En er staat dan, op die bank staat ook een ton, een olievat. En de strekking van die reclame is, nou, daar zit je dan met je ton op de bank. Die vind ik echt heel erg leuk. Maar weet je wanneer ik wel eens jaloers ben? Nou. Ik was eind januari naar de Sneker Filmwinter. En sommige je ziet daar ook heel veel mensen waarvan je denkt, nou ja, dan kan je maar beter in je eentje naar de film of met vriendinnen. Maar soms zie je mensen samen en dat je denkt, oh, daar ben ik nou een beetje jaloers op. Om samen naar de film bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat jij daar in je eentje weer zit in de bioscoop. Ja. Nee, ik ben van nature helemaal niet jaloers. Maar dat is ook, vind ik ook niet zo. Je hebt afgunst, hè, dat je het andere mensen niet gunt. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet zo. Dat je denkt van, die heeft het wel. En dat had ik eigenlijk wel willen hebben. Dat heb ik niet zo. Nee, ik ook niet. Maar ik heb wat jij ook zegt, dat je zegt, dan denk ik, oh, dat zou ik ook best wel heel graag willen. Ik heb een tijd gehad, dan kon ik dus nooit op vakantie. En dan na de vakantie komen mensen terug. En dan moet je uit een soort beleefdheid vragen van, ben je op vakantie geweest? Was het leuk? En dat deed ik dan niet. Want dan denk ik, ja, en dan zeggen ze van, nou, hoe was jouw vakantie? En dan moet ik dus zeggen, nou, ik heb de hele zomer lekker in de tuin gezeten of zo. En dat deed wel eens een beetje zeer. Dus dan vroeg ik daar niet naar. Niet dat ik dan niet wilde weten hoe andere mensen een vakantie was, maar omdat ik niet wilde zeggen dat ik geen vakantie had gehad. Ja. Want dan denk je, nou, ik wil ook wel eens een keer op vakantie, toch? Ja. Dus toen ik het afgelopen jaar naar IJsland was geweest, zei ik van hier, ik ben in IJsland geweest! Ah. Ja, ik vond er helemaal niks aan. En er was een storm, dus we moesten ook gelijk weer terug. Maar... En we werden ook nog ziek. En, ja, ja. Ja, nee, ja. Maar ik ben op vakantie geweest. Ja. Maar ik heb nu dus een busje en daar ben ik zo gelukkig mee. Oh ja, het busje. En dat vind ik echt zo leuk. En ik maak er ook heel veel vrienden mee. Noem je het een mee. Busje? Het is eigenlijk een... Het is wel een busje. Ja. Het is meer een van, hè? Het is ja. Een transportbusje is het. Ja, maar zo'n kleintje. Bij een busje denk ik aan... Een bakje is het. Aan waar ik nu naar op zoek ben, naar zo'n kampeerbusje. Ja, en het grappige is, als je tegen mensen die Nederlands bij je komen leren zegt dat je een busje hebt, dan denken ze altijd dat je een heleboel passagiers kunt vervoeren. Ja. Dat is heel grappig. Busje komt zo. Ja. Maar, het is eigenlijk een zo'n bakje. Nee, het is niet een bakje. Het is een kleine... Een kleine
transportbusje, ja. Het is transportwagentje. Een transporter. Een caddy. Een transporter is het. Een soort caddy, maar dan van Mercedes. Ja, Mercedes. Ja, een Mercedes. Geweldig ding. Ja, nou en dan zit ik in en dan ben ik zo, en dan ben ik echt zo blij. Dan vind ik zo geweldig om in zo'n busje te rijden, in zo'n bakje. En ja, nou, en dan, dat vind ik gewoon leuk. En, maar dan, maar gelukkig kan je mij gewoon niet krijgen. Ik hoef niet een... Nou, ik dacht, we kunnen jou eerst wel gelukkiger krijgen. Er zei iemand van, ja, hij had een Mercedes gekocht en die kon 300 km per uur. Ja, wat heb je daar nou aan? Nou, dat zei ik ook. Je mag immers maar 100, 120 misschien een keer bij avond. Maar waarom moet je 300 kilometer kunnen rijden? Ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, nee, daar zou ik nooit jaloers op worden. En dan heb je van die sportwagens. Die zijn ook wel leuk. Maar dat is op onze leeftijd heel onhandig om zo'n lage sportwagen te krijgen. Precies, en bovendien, je zal er maar een flinke kras of een deuk in rijden. Oh ja, oh. En we hebben het een poosje geleden gehad over dat daten, weet je wel. Waarin mensen zichzelf moeten omschrijven als empathisch. Wat Lea mij gelukkig uitgelegd heeft, dat als een man zichzelf omschrijft. Nee, als een man. Oh nee, als een man dan zegt, ik zoek een empathische vrouw, partner. Dat hij dan bedoelt, ik zoek iemand die naar mij wil luisteren. Ja. En die begrijpt hoe zielig ik ben. En ja. Hè, dat ik daar... En zo'n man is zelf waarschijnlijk helemaal niet empathisch. Nee. Nee, zoals ik inderdaad een keer een man trof. Die alleen maar over zichzelf praatte. En toen tegen hij zei... God, wat kan jij goed luisteren? Ik kreeg er geen woord tussen. Merg is dat? Wat kan jij goed laten? Oh, die man die had de dag van zijn leven. Dood. Verschrikkelijk is het toch? Het is gewoon verschrikkelijk. Ik hoor wel dat daten van jou, dat gaat nog niet geheel en al naar mens. Nee. Als er iets bijzonders uitkomt, dan horen we het wel, neem ik aan. Ja. Ja. Ja, ik voorlopig zie ik het nog niet. Wat kan jij goed luisteren. Dat eigenlijk pas ook minuten later of nog veel later, nadat je het hele berg goed verbrand hebt. De bloemen met kokend water overgoten hebt. En werkelijk waar die man helemaal verwijderd hebt. Dat het dan pas. Dat je dan met een dreun dat in je hoofd. Wat? Jij kunt heel goed luisteren. Dit zijn best wel. Heeft Lucy zulke grote voeten? Joh? Lucy heeft brede voeten, ja. Ja. Ze zijn best wel groot, hè? Ja. Maar ze heeft hele brede voeten. En dit zou toch maar maat 37 moeten zijn. Oh? Heb je al eerder sokken voor haar gebreid? Nee. Ik heb maat 40, hè? Zal ik ze even passen? Ja, jij hebt ook brede voeten. Trek eens een aan. Kijk, ik kan ze ook langer breien en dan geef ik ze aan een man. Een man. Oeh, dat trekt het hele kleedje van de tafel. En zometeen heb je je heup uit de kom. Nee, ik zit op yoga. Oh, jij ook. Nou. Oh, je bedoelt ze zijn te groot. Nou, ik heb maat 40 en ze zijn wel heel ruim. Maar ze zijn niet te breed, hè? Nee, ze zijn niet te breed. Wacht. Volgens het boekje is maat 37 totale voetlengte 23,5. Hou ik nog even vol? Ja, ik neem nog even een slokje thee. Ja, dit is... We zitten nu op... en ik hoor het kraken. We zitten nu op 23,5. Oh, oké. Okay. Maar ik vind ze ook groot. Zal ik ze uittrekken?
Het leek zo groot, maar misschien komt dat van die streepjes over dwars. Maar ze zijn zeker niet te klein, want ik kan ze ook aan en ik heb maat 40. Nee, maar te groot is ook vervelend. Ja. Hoewel zij altijd, die draagt altijd laarzen en bergschoenen. En, oh. Die wonen op een enorm groot vuil erf. Zal ik ze kleiner maken? Nee, ik twijfel eigenlijk nooit. Nee, nou doe dat niet. Oké. Okay. Mijn schuld weer. Nou, dit was het dan wel weer, hoor. We gaan broeden op de kwestie met de naailes. Ja, want we zijn eigenlijk nooit verder gekomen dan het patroon. Misschien moeten we gewoon even een simpeler patroontje pakken. Ja, we kunnen wel... iets heel simpels. Een broek zonder rits. Met een elastiekje erin. Nee. Oh. Niet met elastiek. Hoe wil je dan? Nou, gewoon passend. Ja, maar je moet er toch in... Broek. Oh, ja, maar met een rits opzij, niet met een gulp, oh, bedoel ik. Je zei een broek. Ja, broek zonder rits. Oh ja, dat is heel ladylike. Ja. Precies. Is dat makkelijker dan met een gulp? Ja, een gulp is moeilijk. Oh, oké. Okay. En dan, maar dan maak ik eerst even een proefbroek. Ja. Voordat ik de schaar zet. Een proefbroek. Voordat ik de schaar zet in die tweet. Ondertussen heb jij een leuke mam opgedaan. Zeg je, oh kijk, dit is mijn proefbroek. En zegt hij, oh, wil ik wel even van proeven. Als Steve, voordat ik een leuke man krijg, hoe moet dat dan met dat vloggen? Nou, misschien wil je wel meedoen. Erik, die kan alles wel hebben. Oh, je bedoelt, daar kunnen we niet meer over praten. Daar kunnen we er niet meer over hebben, ja. Oh. Nou ja, dan moet ik hem erop voorbereiden dat die onderwerp van gesprek is. Of ik zeg gewoon niet dat we vloggen. Oh, dan weet hij dat helemaal niet. En dan op een slechte dag, niet op een goede dag, komt hij erachter en dan gaat hij kijken. En laat hij dan net op dat moment, laat jij dan iets vertellen over zijn minder prettige gewoontes. Of bijvoorbeeld hoe leuk we eindelijk dat interview gedaan hebben, wat ik in de toekomst nog eens wil maken met die logicus. Oh ja. Die helemaal geen kandidaat is, want die heeft een vriendin. Dus, maar dat dan toch dat een nieuwe man hoort dat ik eigenlijk liever de logicus gehad had, ja. Oh ja, omdat je daar zo'n blok voor gevallen bent. Ja. Nou, ja, die man kan ook gewoon blij zijn dat die logicus een vriendin heeft, want anders had hij jou niet gehad. Ja. Daar zit ook weer logica in. Ja. Misschien kun je dat ook even bespreken met de logicus. Ja, kijk, we gaan vragen opzamelen en dan gaan we een interview doen. Want je kunt toch, als je teamst of zo, dan kun je toch op opname zetten. Ja, of met Zoom, ja. Ja, of met Zoom. Nou, zo moeten we dat doen. Ja, oh ja. We interviewen hem gewoon even terwijl wij hier zo zitten. Dus we draaien ons om, zodat de camera in onze computer kijkt. Ja, jij... Nee, ik zit even te kijken, maar dan hebben we de camera hier staan zo, als ons derde. Ja. En dan interviewen wij hier. Nou, en dan later plakken we dat erin. Ik vind Lea altijd heel erg geestig. En ik weet 99,9 keer waarom zij ergens al moet lachen en wat zij bedoelt. Maar nu niet. Ik ook niet. Kom, we moeten even dag zeggen. Oh ja. Oh, mijn grote vriend. Ja. Parel. Pearl. Pearl. Ja. Hij was nog niet in beeld geweest. Ja. Oké. Okay. Hij zat gewoon even aan Dini haar tas te knagen. Ja, wat zou dat grappig zijn. Ja. Ja. Misschien moeten we er zo'n dingetje in zetten dat hij ineens gaat lopen. Oh ja. Met wieletjes. Die nou, zo onder zijn of een buikje. Zogenaamde mover. Net als bij die caravans, weet je wel? Dat, oh ja, heb je zo'n afstand. Dat programma en dan gaan ze met zo'n knippertje. Kunnen ze hun caravan gewoon zo laten bewegen. Dus we kunnen hem ook een
hij kan op een mover. Ja, of we kopen een autootje voor hem, dat hij daar gewoon in kan rijden. Ja, of we leggen een heel treinbaantje aan hier, zodat je hem af en toe... Oké, zeg ik bedenk kijk, wel... Kijk, hij kwispelt. Ik bedenk wel waarom die sokken zo, waarom ik zoveel steken... direct opgezet heb, omdat ik dacht brede voet, dus ik ben met 72 begonnen. Maar ik had ze inderdaad toch korter moeten maken. Ja, jij hebt de twijfel in mij gezaaid. Ja, denk er maar even over na. Ik twijfel anders nooit en ik krijg eigenlijk ook nooit klachten dat ze te groot zijn. Nee, durven mensen niet te zeggen. Ik ga wel volgende week naar de kapper. Oh, eindelijk. Ja. Hey, en welke maat is dit? Mijn maat. Oké, we houden ermee op. Ja. Nou, ik voel een migraine opkomen. Oh ja? Ja. Hoezo? Nou, dat weet ik niet. Ik ben ineens heel moe. Van, dat komt door jouw ADHD. Krijg je daar migraine van? Ik krijg maar 2 keer per jaar migraine. En Ik geloof dat er nu een komt. Maar dan zeg je, ik voel een migraine opkomen. Ja. Ja, dat is toch mensen die geen eigen leven hebben en die het moeten hebben van hun ziektebeelden. Die zeggen dan, ik voel een migraine opkomen. Ja? Oké, jongens, ciao! Ik zou gewoon zeggen, stop hoor, ik krijg een pijn in de kop van jou!